Hi, mijn naam is Jaela en ik ben jullie Church News reporter voor vandaag. Ben jij vandaag voor het eerst in de Dome of op een van de campussen? Dan willen we je extra welkom heten. Voel je thuis en heb je vragen? Dan kun je deze stellen aan een van onze pastorale medewerkers. Je kunt ze herkennen aan hun badge. En na Church News wordt aan je gevraagd om even je hand omhoog te houden. We willen je dan graag wat geven. Klaar? Pak je smartphone, pen of papier of onthoud het volgende heel goed, want we gaan door naar de mededelingen. Iedereen opgelet. Vanaf vandaag tot en met zondag 25 augustus hebben we een zomerrooster. Dus dat betekent dat we maar één meeting hebben op zondag en deze begint om 10 uur. Maar op 1 september gaan we weer terug naar ons reguliere rooster en hebben we weer gewoon twee diensten. 14 juli is de laatste Sunday Teens meeting van dit seizoen. Maar we zijn terug op 15 september. Mis deze eerste bijeenkomst niet in het My College gebouw. De zomervakantie staat weer voor de deur en wij hebben een paar leuke zomertips voor je in petto. Maak eens een campustour. De campussen zitten namelijk in prachtige steden waarbij je na de meeting van alles kunt doen. Bijvoorbeeld jezelf wanen tussen de Zeeuwse mosselen of geniet van een historisch Leiden, waar het allemaal begon voor onze apostel. Maak een leuke boottocht door Leerdam of Dordrecht. Pak een nostalgisch terrasje in Breda. Verken de stad en omgeving van Gouda met een leuke Segway. Of plan een fiets- of wandelroute in Zoetermeer. Lees je liever een goed boek tijdens je vakantie en ben je er nog naar eentje op zoek? Dan hebben wij een vakantieleesvoer voor jou. Onlangs is het boek van Apostel Holder God van Hoop uitgebracht. Heb je deze nog niet gelezen? Dan is het een echte aanrader. Een perfect formaatje dat heerlijk wegleest en je geestelijk helemaal oplaat. Neem ook eens een kijkje in de web of boekshop voor eerder uitgebrachte boeken. Maar als boeken niet echt iets voor jou zijn, dan kun je natuurlijk ook naar onze podcast luisteren via iTunes of Spotify vanaf je stretchbedje. De laatste zondag van de zomerperiode sluiten we af met de jaarlijkse zomerbarbecue. Dat betekent puur family time. Lekker chillen, eten met elkaar en gezelligheid. Het duurt nog even, maar noteer 25 augustus alvast in je agenda. Noteer 17 september in uw agenda, want dan is er in plaats van de koffieochtend een gezellig uitje. Komt u op een campus, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Hou de mededelingen in de gaten, want we komen met veel meer informatie. Maar noteer 17 september alvast in uw agenda. Dat was het dan. Church News gaat voor nu de zomerstop in. Je kunt alles nog een keer bekijken op onze website of op ons YouTube-kanaal. Hou de foyerschermen en onze social media-kanalen in de gaten voor eventuele zomerupdates. Een hele fijne zomer en tot de volgende keer.